Deze kennen we. Ja, ook ik krijg ze wel eens. En allemaal 108 waar je 100 mag. Het is zo zonde. Het is maar 16 euro, maar daar kun je weer andere leuke dingen mee doen. En dan zegt mijn gewaardeerde collega Werner dat hij daar nooit last van heeft. Nou, ben ik aardig alert in de auto. Dus ben ik benieuwd wat hij erop gevonden heeft. Te laat zeker. Ja, maar ja, het is mooi weer. Ja, file. Ik zei je toch dat hij dat zou zeggen. Het is niet te doen, jongen, hier in Nederland. Het is echt niet te doen. Maar goed. Nee? Dus dat hardrijden lukt even niet vandaag, want je hebt file gehad. Ja. Maar wat heb jij nou om deze boetes te voorkomen? Stap in. Stap in. Oh, laat zien dan. Kijk, dit is het. Wat is dat dan? Stinger DSI. Kijk, een heel klein kastje. Het zit mooi weggewerkt. Het is legaal ook, hè? Dat eventjes op voorhand. Het is gewoon legaal, vandaar dat het in het zicht zit. Het zit onder de motorkap, zit allerlei apparatuur. Ja, het beste is dat ik je het gewoon laat zien als we gaan rijden. Wat het is eigenlijk gewoon een computer. Die heeft allerlei toepassingen. Nou, natuurlijk zie je de snelheid, je ziet de richting waarin je rijdt. Maar hier zie je bijvoorbeeld ritrecht. Dat betekent ritregistratie. Stel je rijdt zakelijk en je wil je zakelijke en je privékilometers gescheiden houden. Nou, dan ga je naar dat minuutje en dan druk je op het moment dat je zakelijk gaat rijden op een knop. En houdt er die kilometers bij. Maar hij kan dus meer. Want in een land waar overal flitspalen staan en wegwerkzaamheden en trajectcontroles zijn, is het handig om iets te hebben dat met je meekijkt en denkt. En ik zie jou verschillende. Ja, al die banden. Je hebt de K-band, de KA-band. Dat zijn allerlei verschillende golflengtes die ze wereldwijd gebruiken. Dus in Nederland heb je een bepaalde golflengte. Ik weet wat je doet. Weet je, dat heb ik met Formule 1 hebben we dat ook al eens gedaan. We hebben een spectrum analyzer. Ja. Dan kun je kijken wie op welke frequentie wat doet. Precies. En dan kun je ook zorgen dat als de. Ik versfeer het je, als je een brandweerauto tegenkomt, kan hij zeggen dat er een brandweerauto aankomt. Ja, weet je wat hij ook kan doen? Stel. En je hebt de pauze bij een school, hè, om 12 uur. Dan gaan al die kinderen die rennen dat schoolplein af. Stel, die school die heeft op de bel radar zitten. Ja. Het klinkt een beetje ver van je bed, maar dat werkt echt. Dan drukken ze erop, die bel gaat af. Elke auto met een Stinger DSI aan boord, die weet, dat is die vlak bij die school komt, dat die bel is gegaan, dat die kinderen de straat overrennen. Dus je krijgt de signalering van, doe eventjes normaal, dan gaat de school uit. En dan rij even rustig. En datzelfde kunnen ze toepassen bij werkzaamheden aan de weg. Wat jij zegt, bij een brandweerauto. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Maar ja, nou is het stokpaardje van Koos Spee de trajectcontrole. Heeft hij ook. Stel je komt aanrijden bij een trajectcontrole. Ik weet wel waar ze zijn, maar ik weet nooit precies waar ze beginnen. Nou, dit apparaatje, door middel van GPS, vertelt hij je waar de trajectcontrole begint. Wanneer die is afgelopen. Wat je gemiddelde snelheid is. Stel je mag daar 100 km per uur, maar je rijdt 105, dan komt er een gezichtje op te staan wat droevig kijkt. Dat betekent dat je te hard rijdt, dat je eventjes een beetje minder moet gaan. Ja, en wat dus ook handig is, wat doe je bij trajectcontrole? Als je weet waar het is, dan ga je langzaam rijden. Je mag 100, maar ja, voor de zekerheid ga je 95 rijden. Hoeft niet met dit ding. Dit ding vertelt precies je gemiddelde snelheid. Dus ja, je rijdt nooit te langzaam en nooit te hard. Maar we rijden nu in de buurt van waar ik woon, in deze Langevelde Slaggenomgeving. Hier zijn veel bomen. Ja. En er zijn altijd van die politieagenten achter met zo'n lasergun. Ja. Hebben ze die toch weer mooi? Let op, dat kan die ook. Ja hoor. Echt waar. Ga eerst links, ga hier eens links. Ja, hier links. Oké. Dat is namelijk het politiebureau. We gaan ze ding halen. Juist. De auto heeft namelijk ook een lasershield. En die verstoort tijdelijk een signaal van zo'n laserpistool. Lang genoeg om als bestuurder gas te kunnen minderen. En kort genoeg om niet in strijd te zijn met de wet. Want dat is belangrijk. Kijk, alert. Kijk nou wat. In de omgeving Hillegom wordt vandaag niet meer gelezen, behalve door ons. En jij denkt dat het niet werkt, Albert? Nee, luister. Dit is gewoon van de politie, een lasergun. Die gaat gewoon deze auto detecteren. Let jij nou maar op. Jij gaat rijden, ik ga achter die boom staan met dit apparaat. Je hebt altijd al bij de politie gewild, hè? Kijk, als je het doet, dan moet je het goed doen natuurlijk, hè? Nou, laseralarm, laserpatrol, dat klopt ook nog. Kijk, dat werkt dus, hè? Ik krijg gewoon een foutmelding en ik kan hem niet meten. Toch werkt het wel. Nou, wat zei ik? Je schiet op me! Dit is toch briljant? Ja, het is hartstikke leuk. Het werkt gewoon, hè? Ik krijg geen één melding. E10, E11, E12, maar geen snelheid. Ja, dat is wel apart. Het is alleen niet bedoeld om hem in te bouwen en dan alles aan te zetten en gewoon overal 200 te gaan rijden. Want dan maak je natuurlijk weer A, heel erg gevaarlijk.
En volgens mij word je dan toch wel gepakt. Je wordt toch gearresteerd door zo'n auto zonder strepen met een camera aan boord. Het is echt een apparaat voor, stel als je nou eens een keer 10 of 20 kilometer te hard rijdt per ongeluk. Ja, dan helpt dat apparaatje even herinneren dat je een beetje normaler moet doen. Maar goed, dan heeft het al die andere functies dus. Ja, een geheugensteuntje. Ja.